hele goede morgen, lieve vrienden. Weer een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, en mijn bril is nog donker, want ik ben net buiten geweest. Ik heb Frodo's wc'tjes schoongemaakt en de poort geopend. Want ja, om 11 uur komt mijn begeleider van Serelo. Het is nou 10:37, geef de computer aan. En ja, ik ga zo lekker een bakje koffie maken. Frodo die legt alweer lekker op de bank, gek te doen, hè? Ja. En Ewing loopt rond, Kandelaf is binnen. Nou, het hele make-up compleet, als jullie dat zo kunnen bekijken. Godverwel, hè? Ja, ik denk het haar wel. Maar in ieder geval, hè, ze zijn binnen en ze willen ook wat lekkers. Ja, wat brouw, hè? Ik ga in ieder geval een pakje koffie maken, een broodje klaarmaken en voor het diertje zorgen. Voor de brokjes, dan heeft die deel nog weer brokjes staan. En dan krijgen ze ook nog eens een keer een stukje vleeswaren van me. Dus komt allemaal wel. Goed, ik zou zeggen, geniet van je dag, want de zon schijnt. En de lucht is blauw. En of de Teletubbies komen al gauw, dat weet ik niet, nee. Maar ja, doet er niet toe. Ik probeer vandaag ook weer vrolijk te zijn. Het zal niet lukken steeds om vrolijk te wezen. Met de gedachten bij mijn mannetje, met mijn gedachten bij iedereen. Maar ja, eerder mijn mannetje, want die is in deze maand 2 jaar geleden heen gegaan. En ja, ook dat andere nieuws wat jullie al weten van dat meisje, tenminste een jong vrouwtje van 28 jaar, die ook dus heen zal gaan, maar ze is er gelukkig nog wel. Dus ja, dat zullen we ook wel vernemen wanneer die de ogen heeft gesloten, ik weet het niet. Maar het is allemaal heftig genoeg. Dat lieve vrienden, geniet verder. Daar aan die kant. En probeer ik ook te doen. Oh ja, mijn meisje. Oh, dat geeft er eentje commentaar. Hé? Ja. En nog eentje. Wat voor dikkie. Je moet wel even op de camera, zeg maar. Maar oké, ik zou zeggen tot strakjes. Oh ja, en Astrid die komt vanmiddag. Dus ja, dat wordt weer wat. Hè? Jullie weten het. Nou, doei doei. Ja, lieve vrienden, mijn begeleider is alweer geruime tijd weg. Ik heb eventjes lekker een spelletje gedaan. Nou ga ik de camera zo meteen leeghalen van het weekend en die zal ik dan ook weer in elkaar gaan zetten. En dan is het ook wachten tevens op Astrid. En dan zien we wel wat de middag ons brengen zal. Zat er eentje tussen mijn benen, hè, meneertje Kandelaf. Oh, meneer, oh ja. Is het zo? Is het zo? Kiekeboe! Nee, nog niet. En Ewen die legt lekker in haar stoel. Hé, die heeft net lekker zitten te smullen, hè? Ja. Zijn traantjes zo in de oogjes. Ja, man. En Frodo die is buiten, dus ja. Het gaat allemaal lekker goed. Het zonnetje schijnt. We hebben wel een klein, heel klein regenbuitje gehad terwijl de zon bleef schijnen. En dus dat viel even een beetje neer, maar dat maakt ook niet uit. En ik hoop dat ik vanmiddag samen met Astrid een gezellige middag zal hebben. Ik ben denk ik wel dood, moe. Maar ja, het komt wel goed. Ja toch? Vanavond hopelijk dat ik op tijd een beetje naar bed kan, maar dat weet ik niet. In ieder geval ga ik wel naar Good Doctor kijken, ja, en uiteraard naar goede tijden, slechte tijden, ja, zeker. Maar dat komt ook allemaal. En het is gewoon een rotmaand voor mij sowieso, en dan ben je er ziek bij, je bent overspannen. Het is allemaal dubbel op. Maar dat komt allemaal goed, daar kom ik wel weer doorheen. En dit keer hopelijk met een beetje hulp van een meneer waar ik mee moet gaan praten. En daar ga ik morgenmiddag om 3 uur heen. Dus in hetzelfde praktijkgebouw dan de huisarts zit. Dus ja, we zien wel hoe dat allemaal gaat. Voor nu zeg ik, geniet van je middag.
Doei. Nou, Astrid die is net de deur weer uit. Frode die lag al op haar te wachten van, oh, je trekt je jas weer aan. Nou, we gaan klaarleggen. Dan ging ik weer naar buiten. Want ja, zij rookt altijd buiten. En dan trekt ze met die kou natuurlijk de jas aan. Maar nee, zij ging weg. Dus eerst Frode op binnen gelaten. En die is nou lekker buiten aan het rondlopen. Hé, kerel? Hé, hey, Frodotje. 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 Hé, hey, man. Zo. Is hij ook weer binnen? En daar zit meneertje Kandalf, die komt er ook al aan. Hoi, man. En dan doen we de deur weer dicht. Het is wel prachtig mooi weer, maar ik vind het nog wel een beetje te koud om de deur open te houden. Ja. En dan moet ik kijken waar ik rijd. Even omdraaien. Ja! Ja toch? Ja! Hè? Maar oké, lieve vrienden. Ik zou zeggen, ik ga even een spelletje doen. Ik was bezig een vlog in de videopad aan het doen, maar ik ben er verder nog niet mee bezig geweest. Ik was bezig even andere muziek aan het zoeken. Daar kon ik ook 1, 2, 3 niet vinden. Maar ja, Astrid die zat hier, dus ja, daar ga je verder ook niet mee aan het werk. Ik ga nou eerst een spelletje doen en daarna ga ik verder aan het werk bij de pc. Ik zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, het is alweer 10:30. Ja, dan kan ik het weer niet zien, want mijn mouw die gaat over mijn horloge heen en dan kan de computer al uit. Dat gaat goed met mij, hè? En dan gaat dat ook allemaal nog scheef. Het is, om precies te zijn, 1:22. Dus tijd om naar bed toe te gaan. Ja. Ik kwam erachter dat er maandag geen vlog online was gekomen, omdat ik dus op dat moment niks had. Maar dat moeten jullie mij niet kwalijk nemen, het zal momenteel wel even vaker gebeuren. Omdat jullie wel weten dat ik overspannen ben ook. Ja, nou, beter wat minder vloggen dan helemaal geen vloggen of filmpjes, ja. Frodo wil, die ligt klaar om even naar buiten toegeladen te worden. Dus dat gaan we even doen. Hoor je naar buiten? Kom dan. Doe het even zonder kap. Hé? Doe maar. Ja, en het is ook zo koud nog. Bah. Maar oké. Het beestje gaat even zijn behoefte doen. Eowyn die legt daar ook. Eén, dus andere stoel, die moet naar boven toe. Ja, je moet naar boven toe. Je moet naar boven toe, mijn meisje. Ja, kom maar. Kom, meisje. Kom maar. Kom. Kom dan. Kom dan, tante Pollewop. Zo ja. Licht aan doen. Zo. Hopla, daar gaat ze. Nou, die is naar boven toe. Het licht heb ik aangedaan. Dan gaat de deur even dicht. Zo. En de stop. De kent zo'n deurstop. Nou, die zet ik altijd opzij. En dan gaat de kachel omlaag. Zo. Even koeloeren. Hola. Nou ja, op 13 graden voor vannacht. Ik leg toch lekker onder de warme wol, toch? En ik heb nog een kruik. Ja, die ga ik nog klaarmaken even. Want ja, ik heb altijd een eeuwige koude voeten. En die moeten wel warm blijven. Ja, anders kan ik helemaal geen ogen dicht doen. Dan lig ik maar te schoppen met mijn voeten in de hoop dat ze warm worden. En dan worden ze niet. Nee, helaas niet. Maar oké,
Ik wens jullie allemaal een welterusten, lekker slapen, geniet van jullie nachtrust. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Doei doei!